Bravo, dat is mooi. Zo gaat het eigenlijk niet helemaal, maar ik maakte ergens halverwege een gigantische vergissing en daar ben ik maar op doorgegaan. Dus, dat had ik natuurlijk helemaal niet door. Een unieke variatie op dit stuk. Nou kijk, misschien kan ik het nog verkopen. Nou, maar ik vind het heel erg mooi klinken. Dankjewel. Kan je in een notendop even vertellen wie je bent en hoe lang jij al bezig bent met de dingen die je doet? Ik ben al heel lang bezig met de dingen die ik doe en de dingen die dat zijn. Ik ben componist. Al 25, 30 jaar of zo. Maar misschien wel langer. Wat voor oud ben je? Ik ben 57. Okay. Ik besta van het schrijven van stukken. Dat is eigenlijk mijn core business. Compositieopdrachten voor orkesten, voor strijkkwartetten, saxofoonkwartetten, koor, piano solo, van alles en nog wat. En daarnaast heb ik sinds 2 jaar nog een soort nieuw pad in mijn carrière gevonden. En dat is het zelf uitvoeren van mijn pianomuziek. Okay. En dat was voor mij een behoorlijke stap, moet ik zeggen. En ik heb het aan onze grote compaan Tony Dieleman, broeder Dieleman, te danken dat ik op dit pad ben geduikeld. Van, die heeft me daar echt, die heeft 2 jaar lang aan mijn kop zitten zeuren van, Douwe, dat moet je doen, dat vinden mensen leuk, het hoeft allemaal niet perfect. En ik dacht, ja, het is niks voor mij. Weet je. Maar ook maar niet, is spelen dan... Nou, weet je, kijk, als je op een gegeven moment als je op zo'n conservatorium komt, dan word je natuurlijk omgeven door pianisten die allemaal gewoon mateloos veel beter zijn dan jij. En daar krijg je een soort denklijntje van in je brein van, nou, dat moeten zij maar doen. Kunnen ze veel beter. Ja. Als ik dat ga doen, dan wordt niemand vrolijk van. Het publiek niet, ikzelf niet. Laat dat maar. En nou ja, hij heeft zo lang zitten zeuren dat ik op een gegeven moment bij een klein festivaletje van Rijn Kluifhout, het Houten Koppenfestival, oh, ja, ja. Veren, dat voor het eerst gedaan had. Ik was bloednerveus. Ja. Maar ik merkte dat hij gelijk had, dat enorm wordt gewaardeerd, dat je eigen spullen uitvoert. En sinds die tijd is het hard gegaan. En wat voor soort muziek verwachten we dan op deze cd? Want je gaat hem ook presenteren in de spot. Ja, als ik het, ja. Ja. Het is piano solo en het is, je moet eigenlijk nooit een componist vragen naar een eigen muziek, maar het is redelijk, het is melodisch, tonaal, meditatief af en toe. Nou, het staat maar even in het piano. Als we daar straks nog even naartoe lopen en je speelt een heel klein stukje, voor zomaar even een minuutje, ja. Dan heb ik toch een beetje een beeld of eigenlijk een geluid erbij. Ja. En de avond in de spot, dat is, speel je dan alleen of is het een hele avond of zo? Of? Nou, we hebben bedacht dat onze grote vriend broeder Dieleman samen met Ian van Driver een voorprogrammaatje doen. En daarna zal ik een set spelen, of ik ga eigenlijk gewoon het hele album en misschien wel wat meer spelen. En dan gaan we, ik vind toch wel dat het een feestje moet worden, gaan we de boel ombouwen naar een DJ-set. En dan ga ik weer, net zoals bij de Nacht aan de Nacht, plaatjes draaien. Maar dit keer vergezeld van DJ-dochter Mickey. Mickey, nou ja, die ken ik en die kan lekkere liedjes draaien. Je hangt er heel leven aan de muur. Ja. Oh, dit is je werkkamer. Dit is een werkkamer. Het is een beetje rommelig. Ja, dat hoort erbij, vind ik wel. Dat heb ik altijd. Ja. Oh, dan heb je ook gelijk uitzicht op de. Oeh, er staan nog serieuze apparatuur ook. Met heel veel knopjes. En heel veel cd's. Ja. Zit je hier ook vaak muziek te luisteren? Nou, deze ruimte niet zoveel. Moet ik. Kijk, dat is een mooi stukje achterkant starten. Maar hier componeer je ook echt en hier... Ja. En je net zei je, je bent een kind van de jaren 60 of in ieder geval de muziek van die tijd en daarna. Maar als jij nou echt gewoon in op het beste stemming bent of juist heel verdrietig, wat is nou de muziek waar jij naar gaat leren luisteren als je gewoon in één van je elementen bent? Eentje die, maar dat is een beetje toch ook wel weer een beetje voorbij. Eén die ik misschien wel in mijn hele leven een soort ankerpunt is geweest, is een album uit 73 notabene, de Tubular Bells van Mike Oldfield. Ik ken hem, maar die heb ik toch al heel lang niet meer gehoord. Nee, ja, dus... dat is wel, dat was voor mij toen was ik 12 ongeveer. Ik één. Een soort van, oh, dit wil ik ook. Mooi, hè? Oh, dat, ja, dat! Ja, ja, ja. Die. Dat is de Tubular Bells. Dat is de Tubular Bells, ja.